Welkom bij deze piramide reading met de tea leaves en de pitea tarot. Fijn dat jullie weer kijken. Ik heb buiten dit kanaal nog drie andere tarot kanalen. Ga daar jezelf abonneren, dat is gratis en dan blijf je dus op de hoogte van wanneer ik weer een nieuwe reading post, wanneer er nieuwe acties, kortingsacties zijn, of wanneer ik weer nieuwe shorts plaats. Wat mogen wij weten? Al die kanalen beginnen met Philomena. Dus Philomena Tarot, Philomena 1111, Philomena Boogschutter, Philomena Mindfulness. Wat mogen wij weten voor vandaag, voor deze piramide reading? Het is een eigen verzinsel. Ik ga die piramide leggen en dan vervolgens, als daar niet voldoende informatie doorgechanneld komt, dan ga ik nog verder de verdieping in met de tarot. Wat mogen wij weten voor deze piramide reading, voor het collectief? Wat mogen wij weten? Het vallei, of de vallei. De tijger, de leeuw eigenlijk. Wat nog meer? Zo, oké. Okay. Het advies. Meer niet hoor ik. Nou, dan zullen we het hiermee moeten doen. Wat hebben we liggen? De vallei, een diep persoonlijke kracht en rust, maar succes is verzekerd. Dan heb ik hier de leeuw. Het is tijd voor actie. Iemand komt, een nieuw persoon komt jouw leven binnen. Pas goed op jouw gezondheid, dus misschien moet je in actie komen, misschien moet je in beweging komen. Familieaangelegenheden, kan een goede vriend zijn of vriendin, de weeping willow, oftewel de treurwillig, die ligt op zijn kop. Dus iemand gaat jou vertellen dat zij een moeilijke periode hebben meegemaakt, kan jij ook zelf zijn, die ze nu achter de rug hebben. Een nieuw persoon komt in actie. Kan zijn dat je die persoon via via kent. Dus dat het een familievriend is of een vriendin. Maar let ook op je gezondheid. Dus neem voldoende rust. Het kan zijn dat dit misschien stress geeft. Wat het dan ook is. Geef extra aandacht aan je gezondheid. Heb je twijfels, ga dan naar de dokter. Weet dat deze connectie tot een succes kan leiden, mits jij in actie komt of mits jij dit toestaat. Maar het kan zijn dat deze persoon bijvoorbeeld een grote familie heeft, of dat jouw familie misschien dit niet ziet zitten. Er is iets met familie. Het kan ook zijn dat deze persoon bijvoorbeeld kinderen heeft. We gaan gewoon even de verdieping in. Wat mogen wij weten over het vallei? Het kan zijn met deze zeven van zwaarden. Dat je heel veel mee hebt gemaakt. Of dat deze persoon heel veel mee heeft gemaakt. Hè? Wat ze nu hebben afgerond. Als jij diegene bent die veel heeft meegemaakt, kan het zijn dat jij heel terughoudend en heel afwachtend bent binnen een relatie. Of als iemand een nieuwe vriendschap wil sluiten, dat je daar heel terughoudend in bent omdat je veel hebt meegemaakt. Het kan ook deze persoon zijn omdat zij dat er heel veel misbruik van ze gemaakt is. En dat ze daarom extra voorzichtig zijn. Toch moet er actie ondernomen worden. Met een ridder van staven.
Dat is iemand die in actie komt, die geïnspireerd is, er vertrouwen in heeft, richting een nieuw persoon. Dus het kan zijn dat of deze persoon die jouw leven binnenkomt, dat die voldoende nu kracht en inspiratie hebben om jouw kant uit te komen, ondanks het verleden. Of dat jij in actie mag komen op het moment dat iemand een eerste contact met je legt, ondanks jouw verleden. Dus je moet even kijken. Het kan zijn dat je eigenlijk deze nieuwe persoon niet wil toestaan. Of dat je het emotioneel afblokt, juist door die angst van het verleden. Of dat de ander jou afblokt door het verleden. Je gaat duidelijkheid krijgen over je gezondheid. Dus het kan zijn dat je merkt van, als jij je emoties blokkeert, dan kan je hart- en vaatziekte krijgen. Dus als jij bijvoorbeeld problemen hebt rondom dat, of problemen rondom circulatie, of goede doorstroming, doorbloeding, weet dat dat daarmee te maken kan hebben. Want het lichaam heeft, dat is onlosmakelijk verbonden met de ziel. Dus als je daar problemen mee hebt, of als deze persoon hart- en vaatziekte heeft, dan kan dat wel eens zijn omdat ze geen uiting geven aan hun emoties. Er is wat voorgevallen, of er gaat wat voorvallen binnen de familie. Het kan zijn dat het te maken heeft met een relatie of met geluk. Niet voor je geluk durven gaan, omdat je dus in het verleden blijft hangen. Niet voor je geluk durven kiezen. En het kan zijn dat deze persoon voor zijn of haar geluk wil gaan, dat ze denken dat jij dat bent. Maar dat ze al die tijd geen moed hadden, hun emoties hebben onderdrukt om voor jou te gaan, ondanks dat ze steeds duidelijker zien van en ook geïnspireerd raken van het is goed, ga er maar voor. Kunnen ze maar heel moeilijk, want ik kreeg ook loslaatenergie, dat negatieve uit het verleden loslaten of het is vice versa. Wat is het advies hierop? Laat je niet verleiden om je standaarden te verlagen. Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld weet dat jij een gever bent. En als je merkt dat deze persoon heel voorzichtig toenadering zoekt, dat je geneigd bent om dan zelf, zeg maar, de touwtjes in handen te gaan nemen. Doe dat niet. Zeker als jij geleerd hebt dat je rustig aan moet doen. Dus het is voor de ander ook een leerproces om uiteindelijk dit te doorbreken. Dus geef de ander dan ook de kans. Zo moet deze, de hond, ver weg. Dus het kan zijn dat jij niet weet dat deze persoon die normaal altijd ver weg was. Dus het kan zijn dat iemand verhuisd is. Ja, voor sommigen is iemand verhuisd. Dus iemand woont niet meer ver van jou af, maar woont vlak in de buurt. Of deze persoon, als ze moed hebben om met jou in contact te treden, dan kan het zijn dat ze uiteindelijk zeggen van ik wil bij jou komen wonen. Keelchakra. Ik wil bij jou komen wonen. Of kom jij bij mij wonen? En dat is iets. Die emoties hebben ze weggedrukt, vandaar dat die keelchakra ook helemaal dicht zit. En ze vinden het heel moeilijk om hun emoties te uiten. Vandaar misschien ook die gezondheidsproblemen. Ik heb geen stem meer.
Dus heb geduld met deze persoon. Wat mag ik nog meer weten? Op het advies. Weet dat deze persoon loyaal, trouw aan jou wil zijn. Maar wat mogen we hier nog meer over weten? Er is nog iets wat ze niet vertellen met de maankaart. Er is iets wat ze niet direct durven vertellen. Waar ze zich voor schamen, hoor ik. En dat biedt tegenstand. Dus dat kan zijn waarom dat deze persoon nog niet naar je toe komt. Of dat kan zijn dat ze denken dat, nou ja, als ze contact met je opnemen, dan moeten ze eerlijk zijn. En dat houdt hen misschien nog tegen. Iets waar ze zich voor schamen. Binnen de familie, of misschien hebben ze een relatie gehad, of is er een bepaald taboe. Ik noem maar iets. Als een man in een relatie wordt mishandeld door zijn eigen vrouw, dan kan dat in sommige culturen als taboe gelden. Hè? Dat iemand daar nou niet mee te koop loopt van, ja, zo'n agressieve vrouw, ik krijg daar slaag van. Ik noem maar iets. Dus er is iets binnen of hun connectie, of een connectie die ze al hebben losgelaten, waar een taboe op rust, waar deze persoon ja, niet trots op is. En het kan zijn dat ze dat niet meteen vertellen, maar weet dat dat niks ernstig is. Dus je hoeft niet bang te zijn dat er iets, een geheim of zo, wordt schuilgehouden. Ja, het is wel een geheim, maar het is niks slechts. Dus dat is wat ik voor je heb. Dankjewel voor het kijken. Veel liefde en licht. Namaste.